Go Ahead Eagles is in de 10e speelronde de tegenstander van Almere City FC. En de ploeg van trainer Robert Molenaar aast op de 10e thuiszegen op rij. In de eerste helft verloopt het eigenlijk van twee kanten vrij stroef. Maar de grootste mogelijkheid is hier voor Torino Hunten. Die een afvallende bal uit een hoekschop op de slof neemt. Maar de bal uiteen ziet spatten op de lat. Aan de andere kant is het Navratil die hier vraagt om een strafschop. Omdat hij onderuit zal zijn gewerkt door Dico Koppers. Maar arbiter Bos oordeelt dat hier niks aan de hand is. En dat doet hij ook aan de andere kant wanneer Hunten hier omver wordt gelopen. Maar ook hier zegt de dienstdoende scheidsrechter niks aan de hand en doorspelen dus. Hunten komt vervolgens met dit afstandsschot en hetzelfde geldt voor Anwar Benzaboe die deze bal op de slof neemt maar over ziet verdwijnen. Jurie Loen is op slag van rust ook nog dichtbij met deze vrije trap, maar het zijn eigenlijk de enige spelde prikjes die de thuisploeg in de eerste helft uitdeelt en echt grote kansen blijven achterwege. De tweede helft is pas 8 minuten onderweg wanneer Richard van der Venne hier de kans krijgt om de gasten op voorsprong te brengen. Maar voor een leeg doel glijdt hij de bal naast. En aan de andere kant is het Mirani die het met de kopbal probeert, maar ook hij treft geen doel. Nick Venema, slaagt hij er dan in om de band te breken? Het antwoord is nee, want hoewel de kans groot is, is de inzet van de spits te slap. En blijft ook nu de brilstand op het scorebord staan. Een cruciaal moment in de wedstrijd zien we vervolgens hier. Mael Korbos maakt een overtreding op Jurie Loen en krijgt door arbiter Bos daarvoor zijn tweede gele en dus een rode kaart voorgehouden. En zodoende moeten de Eagles verder met 10 man. Het lijkt het breekpunt in de wedstrijd, want Almere City slaat vervolgens direct toe. Sam Beukema glijdt hier weg, Nick Venema kan opstomen, houdt het overzicht, speelt de bal af op Shane Harrison en de van Tottenham Hotspur overgenomen spits scoort hier zijn 6e treffer van het seizoen. Vangt bij het juichen nog een biertje, neemt er een slok uit. Ja, ook in het American voetbal zou hij niet meer staan. En het is 1-0 voor de ploeg van trainer Robert Molenaar. De Flevolanders krijgen vervolgens een goede kans om de score te verdubbelen. Wanneer Mees Kaandorp mag opstomen, goede redding van Hobie Verhulst. En dan schiet de kramp erin bij Nick Venema, waardoor hij ook de rebound niet kan benutten. Het blijkt een belangrijk moment, want 12 minuten voor tijd is dit een vrije trap van Richard van der Venne. Die gaat aan iedereen voorbij, wordt door niemand aangeraakt. Doelman Smit ziet hem te laat aankomen en dan staat het eigenlijk 12 minuten voor tijd zomaar weer gelijk in het Janmarsstadion. Komen er dan nog kansen om de volle 3 punten in Almere te houden? Het antwoord is ja, onder meer Faris Samouti hier met een gevaarlijke punter. En ook Mees Kaandorp, zojuist al met een goed schot, neemt het doel nogmaals onder vuur. Maar Hobie Verhulst ligt in de weg. En dan, wanneer het laatste fluitsignaal klinkt, staat er een 1-1 stand op het scorebord. Almere City blijft opnieuw ongeslagen in eigen huis, maar moet zich ditmaal tevreden stellen met een punt.